uitheigen, maar vooral heel erg genieten denk ik van deze mooie dag. Ja, nee, zeker weten. De dag vol spanning, heel veel emoties. Uiteindelijk kunnen we afsluiten met een, uh, een gouden plak en een mooi feestje hier in het uh, Honderdheinekenhuis. Wat zeg je nou tegen hem als je elkaar dan weer even spreekt of ziet? Uh, ja, weet ik echt niet. Ik denk dat ik, gewoon, uh, dat ik gewoon ga knuffelen, kusjes geven. En dan uh, goed gedaan. Nee, weet ik veel. Ik heb geen idee. Dat denk ik niet echt over na, maar... Ik denk niet dat we hier een heel lange gesprek gaan voeren. Want hij wordt natuurlijk door iedereen aan uh, zijn jas getrokken. Sven hier Sven, hier uh, uh. Dus Het wordt vooral heel druk voor hem. Maar uh, ja ik ben wel blij dat ik hem even zie straks. We zien op televisie hoe ontzettend jou, jij meeleeft in dat uh, ijsstadion. Ja. Hoe ernstig leeft hij mee als jij speelt? Bijvoorbeeld dadelijk op het WK in je eigen Den Haag. <laughs> nou, hij is er voor het eerst uh, echt bij geweest op de Spelen in Londen. Toen was hij ook heel nerveus. Ook toen ik een shoot-out moest nemen, zeg maar, dan wordt hij ook zenuwachtig. Maar het is denk ik toch wel anders. Omdat wij doen het met een team. Weet je, als je bij ons een fout maakt, dan kan iemand anders nog goed maken voor je. Dus ja, dan heb je die, die backup, heb je, zeg maar. En hier bij het schaatsen, ja, als je daar een fout maakt, of een missertje, of je, of je valt, weet ik veel wat, ja, dan is het gewoon klaar. Dus je moet het allemaal alleen doen. Dus ik denk vooral dat, en de druk die er ook nu op staat bij hem, weet je, iedereen verwacht dat hij gaat winnen. En, en bij ons verwachten verwacht ze dat natuurlijk ook. Maar nou, je hebt toch meer, meer steun van je teamgenoten, zeg maar. En dit is gewoon uh, ja, lonely. Kun jij voor eens even altijd duidelijkheid geven? Ga je Den Haag halen, Naomi van Os? Ga je Den Haag halen, Naomi van Os? Um, ik uh, sta er heel positief in, maar ik geloof pas als ik er sta. Het gaat heel goed met mijn knie. Ik ga vooruit. Ik heb uh, een hele goede week gehad in Zuid-Afrika uh, op stage met het Nederlands team. Was uh, helemaal top. Was super blij dat ik erbij was. En uh, ik ben weer kleine duels aan het spelen. Maar um, ja, ik, ik wil gewoon niks forceren. En je hoort genoeg uh, enge verhalen van mensen die te vroeg beginnen, zeg maar. Dus ik wil echt uh, echt dat been heel sterk hebben. Ik heb hier ook al getraind. Ik wil het echt gewoon doorzetten, zeg maar. En uh, ik verwacht wel ergens in maart mijn uh, rentree te maken. Maar ja, dat begint natuurlijk met uh, twee keer vijf minuten of zo. Dus, uh... Maar goed, ik sta er wel positief in, maar ik geloof het echt pas. En ja, als ik er echt op het veld sta in het stadion en eerst bij de selectie zit. Het zou het ultieme zijn als je dat haalt. Zo. Nou ja, dat is ook van, vanaf moment één dat gebeurde mijn doel geweest. Want het is het eerste wat door mijn hoofd schoot toen het gebeurde, zeg maar. Oh, het weekend. Nee, dat haal ik het niet, weet je. Het is natuurlijk super mooi dat dit een WK is in eigen land. Dan ook nog eens in mijn geboortestad. Een dat waar ik, eh, nou, uh, ik weet niet hoeveel jaar, uh, 22 jaar van mijn leven heb gewoond. Waar mijn ouders nog wonen, waar familie en vrienden wonen. Ja, dat is, uh, ik heb dat WK in Utrecht meegemaakt. De hele ambiance, sfeer, hoe het georganiseerd was, zo professioneel. En nu... Zoveel jaren later is het sport natuurlijk nog groter geworden. En het wordt zo groot aangepakt. De hele stad leeft mee. En ja, het zou wel heel bijzonder zijn.